Ten eerste, de Beverenstraat is nu tot aan de Jacob Lacobstraat één richting, volledig één richting geworden. Daar moeten de mensen aan wennen. De Stationstraat is ook volledig één richting geworden. Daar zullen ze ook moeten aan wennen, want het was ook vroeger twee richting. De Jacob Lacobstraat die is tijdens de proefperiode één richting, maar wordt opnieuw twee richting. Het is misschien complex uitgelegd, maar het ligt in de lijn van de verwachtingen in die zin dat het hetzelfde route wordt of traject wordt als in de Nederstraat en de Hoogstraat. Dus in die zin is het heel simpel, maar ik begrijp dat het zal wennen worden. Het zal inderdaad een beetje aanpassing vragen. Maar de stad wil met dit nieuwe circulatieplan vooral inzetten op de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Wij moeten de actuele stand bekijken, dus de fietser wordt meer en meer belangrijk. Wij moeten nu eenmaal af van Koning Auto. Wij gaan niet naar de Beenhouwer of we mogen niet meer naar de Beenhouwer gaan met de auto, bij wijze van spreken. Ook de Vlaamse minister van Mobiliteit heeft dat destijds een jaar geleden geïntroduceerd. Ga naar de Beenhouwer of naar de bakker met uw fiets of te voet. En we moeten af van die auto voor korte afstanden. Er zijn nog een aantal aanpassingen nodig aan het plan. Zo zijn de versmallingen in de Stationstraat nu nog onveilig. Maar binnenkort worden de signalisatie en de wegmarkeringen aangepast en dan zou het nieuwe circulatieplan ten vroegste in april in voegen gaan.